Hoe zorg je ervoor dat je niet trilt op de balk als je een wedstrijd hebt? Als wij een hele belangrijke wedstrijd hebben, dan doen we daarvoor bijvoorbeeld heel vaak een wedstrijdje. En bijvoorbeeld in de training dat je dan vraagt aan je coach van oké, nu doe ik even net alsof het een wedstrijdoefening is en deze moet goed. Dat ene moment. En als je ook kijkt naar mijn afsprong, dan doe ik echt zo van, oh, het is gelukt.